Het is feest bij de kleine ambassade. Renate van der Donk, wat wordt er gevierd? Ja, we vieren vandaag ons 10-jarig bestaan. Wat doet de kleine ambassade? De kleine ambassade is een projectorganisatie. Wij organiseren allemaal projecten die in het teken staan van kinder- en jongerenparticipatie. Dus wat wij proberen is kinderen en jongeren in de stad te laten meedenken, te laten meedoen, te laten zien dat zij zelf ook invloed kunnen uitoefenen. Ja, en daar organiseren wij dus allerlei dingen omheen. En hoe doen jullie dat? Op heel veel verschillende manieren. We organiseren bijvoorbeeld de kinderraad hier in Schiedam, maar we geven ook veel lessen op scholen, maken lespakketten, hebben kinderraden bij bedrijven, organiseren kinderconferenties, dus allerlei verschillende manieren. En waar gaan al die conferenties en gesprekken over? Over onderwerpen die kinderen belangrijk vinden. Wij luisteren heel veel, we doen heel veel onderzoek samen met kinderen en jongeren. Dus we luisteren heel goed naar wat zij zeggen, wat hen bezighoudt. En we proberen dat eigenlijk te vertalen naar de volwassen wereld. En wat er in de volwassen wereld gebeurt, weer terug te vertalen naar kinderen. Zodat beleid wat gemaakt wordt, wordt afgestemd op die behoeften van kinderen eigenlijk. Na 10 jaar kan je concluderen of het werkt of niet werkt. Het is aan jou. Ja, het werkt wel degelijk, want we zijn een stuk groter dan 10 jaar geleden. Er is ook steeds meer vraag. Kinderen worden steeds serieuzer genomen, dus dat is heel positief. En ja, het liefst gaan we nog 10 jaar door natuurlijk. Jullie zijn niet een goedkoop clubje, jullie hebben ook subsidie. Er moet dadelijk bezuinigd worden. Waarop kan de kleine ambassade bezuinigen? Ja, ik moet zeggen dat de subsidie die wij krijgen is maar een heel klein stukje van onze organisatie. Want wij hebben allerlei verschillende opdrachtgevers. Dus ja, voor ons is het niet zozeer sprake of er wordt bezuinigd en of wij dan wel kunnen blijven voortbestaan. Dat zit wel goed, dus daar zijn we heel blij mee. Terug even naar die kinderen. Is het nou zo dat jullie die kinderen als het ware een mening opdringen of zeg je nou, daar zijn kinderen zelf bij? Ja, daar zijn kinderen zeker zelf bij. Nee, wij laten ze juist zelf kennis, we geven ze kennis. We laten ze onderzoek doen. We laten ze in aanraking komen met andere perspectieven. We laten ze eigenlijk de wereld zien en ontdekken. En op basis daarvan vormen ze hun eigen mening. Maar die ouders thuis die zeggen, nou ik heb zitten luisteren, maar dat is niet wat wij thuis vertellen. Ja, maar ja, het mooie is dat dus dan de gesprekken op gang komen. En je ziet vaak toch wel dat als dat aan de keukentafel gebeurt, dat ouders toch ook wel open gaan staan voor de mening van kinderen. En gaan denken van, oh, zo had ik er zelf nog nooit over nagedacht. Dus wij vinden het juist heel mooi dat die gesprekken veel meer plaatsvinden. In plaats van dat de volwassen mening altijd telt. Wat is het grootste succes tot nu toe? Zo, daar stel je me een vraag. Het grootste succes? Nou, ik denk dat het grootste succes zit in de impact die we kunnen maken op de levens van kinderen en jongeren. Dus dat we echt ervoor kunnen zorgen door ons werk, door met ze te praten, maar ook door de vertaling naar de volwassen wereld, dat zij fijner kunnen opgroeien. En dat is voor ons waar het om draait. Ten slotte, ik heb het al eens meer aan je gevraagd. Dan hebben we het over leerlingen van basisscholen. Hoe lastig is het om leerlingen van het voortgezet onderwijs te bereiken? Voor ons niet per se lastig, omdat we heel veel samenwerken met scholen. Dus we komen heel vaak op scholen. Ja, en als je ze daar in de klas hebt, ze zien je, dan leren ze je kennen. We zien ook heel vaak dat ze dan weer bij individuele projecten weer meer terugkomen. Dus waar ze zelfstandig naartoe kunnen. En wat we ook veel zien is als ze als kind bij ons zijn binnengekomen, door mee te doen met een project op school, dat ze dan als jongeren blijven hangen. Dus dat is ook heel mooi. We hebben echt jongeren rondlopen die 10 jaar geleden hier ook als kind rondliepen. Die lopen hier nu als jongeren. Dus dat is mooi.